Het gaat er bij deze oefening niet zozeer over uit dat je ballen uit gaat holen, maar het gaat er veel meer over uit dat je inzichten gaat krijgen in wat de bal doet en dat je daar een beetje mee kunt spelen. Ik heb hier een break en de bedoeling is dat mijn eerste bal te hoog eindigt, dus ik laat hem eindigen boven de hol. Mijn tweede bal speel ik vanuit dezelfde situatie en wil ik laten eindigen tussen de eerste bal en de hol, dus snelheid richting zijn daarvoor belangrijk. Nou, een zes minnetje zou ik deze bal geven. En de laatste die spelen we natuurlijk wel in de hol. We kennen de brekenmiddels. En bij deze bal gaan we echt voor het resultaat. Het is een vaardigheidstraining, een skills training zoals ik dat noem, die ervoor moet zorgen dat je de breaks goed kunt gaan anticiperen.